God, kaffe! We zijn weer aanwezig, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zover. Wat legendarisch dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En het is nog steeds Kelsember. Het is een prachtige dag. Het is een koude dag. En we gaan er weer voor zorgen dat jouw dag net iets leuker wordt door jou een video te geven die je nooit meer van je leven gaat vergeten. Oké, dit is waarschijnlijk de allerbeste video die ik ooit ga maken. Mocht je mij al een tijdje langer volgen, dan weet je dat ik soms een week lang bepaalde mensen nadoe. Dat is niet omdat ik... Ja, dat is eigenlijk wel omdat ik ze wil zijn. Ik wil gewoon weten hoe het is om een week lang in iemands schoenen te staan. En vandaag heb ik niet zomaar iemand uitgekozen. Maar ik heb misschien toch wel de meest succesvolle en knappe en liefste vrouw ter wereld uitgekozen. Ik zeg dat totaal niet omdat ze hier nu zit. Hallo. Oké. Ik moet een beetje oppassen met wat ik zeg. Anders moet ik vannacht op de bank slapen. Heb ik geen zin in. Het is weer een vrouw. Dat levert altijd weer mooie content op. Goed, ik heb één keer eerder een vrouw nagedaan. Dat was Femke. Dat zag er ongeveer zo uit en zo uit en zo uit. Dus ik heb het best wel goed gedaan toen. Ik hoop de deurbel. Yo. Maar voordat ik de video ga beginnen, ga ik jullie nog vragen om deze video een duimpje omhoog te geven. Want als deze video binnen 24 uur 5000 likes haalt, betekent dat dat er morgen weer een nieuwe video komt. Jazeker, het is nog steeds Kelsember. Ik maak elke dag die video's. Jullie geven elke dag heel even een duimpje. Ja, ja. Mocht je nou kans willen maken om een bezoekje van mij bij jou thuis om gewoon lekker te chillen, laat dan even een reactie achter onder deze video. Maakt me niet uit wat het is, maar laat zoveel mogelijk reacties achter als je kan. En wees geabonneerd op mijn kanaal. En voor je het weet sta ik misschien wel voor je deur als een fucking Sinterklaas. Het is al geweest, maar... Is dat wat ik bedoel? Oké, we gaan beginnen, dames en heren. Veel kijkplezier. What's good? What's good, Kelvin? Hallo. Zit in de auto. We zijn namelijk onderweg om het allerlaatste gedeelte van de foto van Nina op te halen. Want er was nog één onderdeeltje wat we niet in huis hebben. Ik ga namelijk deze foto namaken. En mocht je nou afvragen, hey, hoe kan dat nou? Sigaretten, roken, wat dan ook. Ja, weet je, ik heb altijd gezegd, je moet hem zo identiek mogelijk naproberen te maken. Dus dat gaan we ook doen. Nina heeft alleen eventjes voor die foto een sigaret aangestoken. Maar we hebben gewoon dat niet in huis. Dus ik ga nu even naar het pompstation om een pakje peuken te halen. Hey, ik heb het! Pakje pak sigaretten. Ja, ja. Goed. Wie is aanwezig? Verder heeft Nina op zich niet zo heel veel moeilijke dingen aan. Dit rare soort zwerversjasje heeft ze aan. No disrespect naar Nina of zwervers, maar hey, dat kwam gewoon eventjes in me op. Dit is trouwens een hele, hele speciale jas. Echt heel normaal. Moet je er even op spugen zo. Goed. En dan... Hallo! Oké, het is koud. Ik sta op mijn balkonnetje. Ik heb het pakkie en ik heb het aanstekentie. En we gaan het maar gewoon doen. Ik ga maar gewoon een sigaretje aansteken. Kids at home, don't smoke. It's bad for your health. You get cancer and shit. So it's not good. So don't smoke. But I gotta smoke for the funny video. Justin, laat me zien hoe het moet. Hou je hand scheef. En iets verder naar het kozijn toe. 3, 2, 1. Yeah. Ik denk dat we hem hebben. Zo, de hele gatverdamme. Nou, kijk, het is dat ik niet die mooie, bruine, donkere lokken heb. Maar afgezien van dat... Ik vind je een beetje slijmbal. Maar dat is mijn vriendin. Ik denk wel dat het goed gelukt is. Lieve kijkers, dit is Nina haar foto, dit is mijn foto. Ik ben best wel blij. Ik ga nu even mijn mond spoelen met water. Want er zit nog allemaal rook en nicotine zo in mijn bek. En dat vind ik niet lekker. Dan zie ik jullie morgen. Doei! Nina wordt die mama, baby, kamer van de gamma. Hallo! Het is koud! Wij sterven een beetje. Hé, hey, zo! Wat? Er zit in één keer een vrouw in mijn armen. Wow! Wat verdorie, zou ik echt niet aankomen. Wie ben je? Ik ben DeLorean. Ik ben DeLorean. En ik doe mee met deze foto, speciaal voor Kelvin. Omdat ik zoveel van hem hou en ook van Nina. Ik hou je stevig vast, want het is min 12. We moeten gewoon in jurk en zo. Ja, we gaan vandaag in een jurk, want ja, schijnbaar hebben we allemaal foto's uitgekozen die gemaakt zijn in de zomer. Wat we vandaag gaan doen, we gaan deze foto namaken en die is precies daar. Yes. Wat ging er door jullie heen toen jullie... Waarom waren jullie hier überhaupt? We hadden een event of zo. En was dat hier? Ja, dat was hier zo binnen. Oh. En ja, je weet het, influencer Ja, snap ik ook. Ik weet Nina uit van is. Kleur. Dus Daarom. Nina wou voor de roze groene muur. Ja, dus dat gaan we vandaag ook doen. Hé, hey, we staan voor het muurtje. We zijn aanwezig, we zijn klaar. Ik heb het jurkje aan, zoals je misschien kan zien. Delo heeft ook haar broekje aan, maar ze heeft er een broek over. Want het is zoals we al vaker hebben verteld. Min 12. En, maar we moeten er toch echt even aan geloven. Zo, ik krijg toch een kaart als ik naar je kijk, dame. Oké, dus. Zeg het. Jij mag meneer Kelvin een kusje geven. En dan mag je iets dichterbij staan. Je hebt echt warme lippen. Heb je een lipgloss op? Mm-hmm. Lekker plakken. Oh ja, kijk eens aan. Boom. I think we got it. Ja? Kelvin, check Jongens. It. Ja!
als je deze foto's zo naast elkaar ziet. En we maken het baretje even roze. Who did it better? Ja, sowieso. Ja. Ja, toch? Nee, ik ben super gelukkig. Kijk. Hij lijkt eerlijk, hij lijkt best. Daarom, het wordt bijna standaard dat ze zo goed lijken. Maar elk is gewoon raak. Dat is het gewoon vanaf nu. We ownen deze shit. Dankjewel. I love you. You're the best. See you tomorrow. What's good, Kelvin? Goedemorgen. Ik ben nog aan het breakfasten. Het is woensdag en er is een vreemde man in mijn huis. Hey, rot op, man. Ga weg. Ik ben vreemd met je vriendin, maar dat mag je niet weten. Oké. Nou, wat fijn dat je het dan nu verteld hebt. Nina is net de deur uit, dus we gaan weer een leuke foto van Nina namaken. Deze foto. In haar mooie roze nachtdinges. Weet ik veel wat het is. Ik heb nooit begrepen of het nou een pyjama is. Of een badjas. Of een, ik weet niet. I don't know. Dun, niet warm. Ik word er wel warm van. Comedy! Mocht je afvragen waar is die foto dan gemaakt? Die is hier gemaakt. Bij deze mooie schilderijtjes. Kijken, hoe ze, deze moet weg. Ja. Waterbeer. Mazzel. Deze plantje moet weg. Oké. Volgens mij is de spot nu safe. Oké, ik ga eventjes dit roze ding aandoen. Oh ja, trouwens, het is er zover, dames en heren. Ik dacht niet dat het zover zou moeten komen, maar het is wel het geval. Ik ga weer een BH aandoen. Ik lach je niet uit, maar... Dat is echt kut. Ik vind het altijd... zeg maar, je mannelijkheid is helemaal weg als je een BH aan hebt. Hoezo? Ik heb altijd een BH aan. Heb je een B-haan? Comedy. We doen het allemaal voor de comedy, dames en heren. Jezus, kijk hem eens omhoog, joh. Zoiets. I feel so attractive right now. I feel really different. I got so many questions right now. Oké. We zijn er helemaal klaar voor. De schilderijtjes liggen klaar, de kussentjes liggen klaar, het deentje ligt klaar. Eigenlijk ligt alles klaar. Het enige wat nog niet klaar ligt, ben ik. Ik lig ook klaar. We moeten kijken. Je kijkt naar het schilderij. Een beetje met je... Ja, precies dat. Foto en klaar. Dan ga ik foto's maken. Boom, 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 boom. hij zegt goud. Dit is mijn foto, dit is Nina's foto. Ik ben super trots op ons. We gaan jullie de volgende keer weer zien. Tot morgen! Wow. Hey, hallo, het is donderdag. We gaan weer een fotootje namaken van mijn overheerlijke vriendinnetje. Dat doe je niet zomaar, maar dat doe je in dit truitje bij Café George. That's right, we gaan deze foto namaken en eigenlijk heb ik hier alleen maar een beetje vreten voor nodig. En de juiste locatie en deze trui en deze ketting. Ik heb een specifieke vraag. Ja. Eigenlijk moeten we alles hebben wat hier op deze foto staat. Oké, ik zie Twister Fries, ik zie een hamburger, Bistro-burger. Ik zie de olijfjes zijn open. Ja, die staat hier. Dus de wijn zo te zien is de Chardonnay. Nou, dan doen we dan de Chardonnay in. Ja, waar is die dan? Nou, kijk eens aan. Kijk eens aan. Perfect. Ja. Het is tijd. Ik heb ook de trui mee trouwens die ik nodig heb. Het is een hele bijzondere trui. Want als ik de trui rustig richting de camera beweeg. Het shirt is alleen iets te klein. Oké, let's go. Boom, boom. Oh, loopt de gozer. Oké, ik denk dat we hem hebben. Ja, hebben we. Ik denk als ze hem een beetje bewerkt en ervoor laat lijken alsof het overdag is. Is dit mijn foto en dit is Nina's foto. Ik ben trots. Jullie ook? Laat het me weten in de reacties. Dankjewel. Abonneer. Tot de volgende keer bij Catnet. Yeah. Goedemiddag, het is je boy. Tape meneer. Lieve mensen, vandaag gaan we wederom een foto maken van mijn lieve vrouw. Wat zeg ik vriendin, want we zijn niet getrouwd. Deze foto maken we na het bananenfotootje. That's right. Dit is, mensen gaan hier boos om worden. Oh, je verspilt tape. Je verspilt tape. In Afrika hebben ze geen tape. Jawel. Voor deze foto heeft men nodig een roze achtergrond, een soort roze hoed en een roze shirt en een banana. En dan zijn we er. It's a pink day today. Dit roze doek gaan we eerst even op deze deur hangen. Oké, let's go. Oh, joh. Oh. Straks er een kat hier. Lekker bezig. Zo. Bam! Bam! Oké, dus braadje iets meer naar links houden. Oké, daar is hij voor je gezicht. Aaaaaah, mijn god!
ik moet even in de sfeer komen. Ja joh, maar dit is toch... Dat gaat om nergens. Ja, ja! Ik heb banaan! Oké. Okay. Nou, ik denk dat er wel al één tussen zit, maar je moet even checken. Maar ik vind wel, als ik het zo zie... We kunnen het niet meer opnieuw doen. Ik vind het echt best wel goed. Ik heb alleen niet het logootje op mijn shirt, maar fuck it. Verder ben ik heel erg gelukkig. Dit is Nina's foto, dit is mijn foto. Zoek de verschillen. Dat gaat je niet lukken. Dankjewel voor vandaag, het is gelukt. We zien jullie morgen weer. Tot dan, groetje. Welkom op deze prachtige zaterdagmiddag. We zijn in een hotel, prachtig hotel. Toevallig is dit het hotel waar deze foto gemaakt is. Samen met, nou, toch wel de twee knapste mannen van heel de wereld. Justin en ik. Hey. Grapje, deze meneer. Wat prettig dat jullie willen meewerken aan dit legendarische fotootje. Maar dit willen we niet missen. Ja, toch? Ik heb mijn outfitje al meegenomen. Ja, hier ga ik nooit in passen. Ik ga me gewoon even lekker omkleden, denk ik. Hier middenin, want ja, er is hier toch niemand. Dus het valt me niet tegen. Jezus. Het gaat best wel. Kijk eens aan, joh. Dat is wel goed gemaakt. Dit past, ja. Ik heb gewoon net zo'n dikke billen als Nina. Hier, pas, ik dacht dat het veel te klein zou zijn, maar dit valt nog best wel mee. Je hebt een zieke lange benen nu ook ineens. Oh, Jezus. Kut. Dit gaat echt verkeerd. Dag mannen. Oké, daarvoor? Yes. Oké, 3, 2, 1. Hoe? Rob Twan is gewoon... Ja, met gewoon een kopie. Kijk, ik hou. Kom! Lekker boys, dank jullie wel. Gaan jullie weer door met jullie dag. Het spijt me dat ik jullie dag heb moeten verneuken door deze foto te maken. Ja, ik vond het best leuk. Hallo! Hey. Het is zondag en dat betekent de allerlaatste dag van een weekleven als Nina, mijn vriendinnetje. Dit zijn wij op een mooi blauw strand in Aruba met een struisvogel tussen ons in. Oh, dat is geen struisvogel. Het is wel een struisvogel. Nope. Het is een geverfde struisvogel. We gaan vandaag de climax tegemoet. Het is zondag, het is de laatste dag. Dat betekent dat we onze keiharde best gaan doen om ervoor te zorgen dat we nog iets episch kunnen gaan namaken. En vandaag is dat dit filmpje. Er was een ochtend waarop, ik weet niet precies wat er gebeurde, maar wij waren gewoon aan het chillen en ineens zei Nina: ik begrijp het als ze niet meer van me houdt. Ik zei, ah, nee, dat is onzin, maar het was gewoon voor de grap. Het begon ze in één keer te zingen: I understand, and you don't love me anymore. Dat gaan we inderdaad doen. Ik ga iets maken waar ik zelf in zit. En gelukkig zit ik niet samen met Nina in hetzelfde shot. Dus we gaan kijken of we door middel van videotrucage ervoor kunnen zorgen dat dit er verder realistisch uit gaat zien. Ik wens ons heel veel succes. Let's go, motherfucker. Oké, het eerste deel van de video is ik die in de badkamer sta. Dat is hier. Dan film ik mezelf en dan ga ik zo opzij. En dan staat Nina daar in de keuken. En dan ga ik weer terug naar mezelf. Oké. Ja, I think we got it. What's good? Oké, mijn gedeelte staat erop. Ik moet me nu even omkleden tot Nina. Dat is eigenlijk gewoon een andere trui. Ik heb wel vertrouwen in. Ik niet. Oké, omkleden. Wauw, Nina, is that you? Nee, het is gewoon Calvin, maar dan in Nina haar trui. Maar goed. Ready? I'm ready. Oké. I understand. If you don't love me anymore, I understand. Oké. En mocht je nou nog denken, hè, maar hoe ga je dit nou doen dan? Hoe werkt dit nou precies dan met die dingen en zo allemaal? Nou, het is namelijk als volgt. Ik ga het eerste filmpje en het middelste filmpje en het laatste filmpje in elkaar plakken en knippen. En dan ziet het er ongeveer zo uit. Dat was alweer de laatste dag van deze aflevering. Dames en heren, jongens en meisjes, Kelfan, bedankt voor het kijken. Vergeet niet deze video te liken. Want als we zoveel de 1000 likes halen, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Dus doe dat sowieso. Abonneer op mijn kanaal, laat een reactie achter. En dan maak je kans op een bezoekje van mij bij jou thuis. Het wordt één grote gezelligheid. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Namelijk, doe eens gek. Je bent er normaal genoeg. En ik zie jullie morgen. Hey!